Goedenavond allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik open hem een beetje heel laat, maar dat maakt niet uit. Mijn naam is Karen Stammel van de Werf, mijn man die staat in de keuken. Dat is Roderick Stammel van de Werf. En samen met de beestjes vormen wij dus familie Stammel van de Werf. Ja. Daarom zeg ik al, ik open de vlog een beetje laat. Het was een beetje hectisch vandaag. Roderick die was druk bezig met zijn studie. Ik was even lekker op pad en het is mooi weer, dus ja, helaas. Maar we wensen jullie nog wel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog met alles wat we gaan doen nog. Ha! Lady die staat lekker daar. Heel goed. Dan hebben we hier mevrouw. Mevrouw, onze meisje. Twee oog. Waarom hè? Ja, maar je kleed, lieve schat, is hier zo... Weer een beetje aangeschoofd. We hebben hier de twee katjes. Hey Trekkie! Zo vaak zit jij er niet in, hè? Dan hebben we hier de twee heren. Hey mannekes! Hoe gaat het in jullie nieuwe villa? Kijk, een hele grote ding open. Hey! Schatje patatje. Als je het maar laat. Als je het maar laat om in de kooi te komen. Nee, dat mag niet. Je mag niet in de kooi komen. Dat wil ik niet hebben. Goed zo. Hey. En daar hebben we Loffie. Ja. En hoe gaat het met die andere? Hi. Dan doe ik het even zo. Ja. Gaat ook dus alles goed met jou? Ja, mooi. Doe ik er weer terug. Ja, alleen we zetten ze af en toe nog even hier en in deze kant. Maar ze vinden het nog een beetje eng om dus op het trappetje te gaan. Wie heeft daar misschien een idee over hoe we dat moeten en kunnen oplossen? Dat ze dus wel gewoon omhoog en naar beneden lopen. Want ze vinden dit niet helemaal fijn, nee. Misschien met mijn dremeltje en dat ik hier wat meer... uit gaat dremelen. Misschien. Misschien dat dat helpt. Hier bij deze dingetje eventjes een beetje uitdremelen. Weet niet. Ja, nou daar hebben we weer Lady. En daar hebben we de twee zusjes. Lekker bij elkaar. Hé meiden, wat zijn we ook lief. Ja, en de buurt is een beetje uitgestorven. Ja, een beetje maar hoor. Ja, een heel klein beetje maar. Lekker toch. En Roderick is bezig met de afwas. Ja, ook goed. En ik zal lekker ook op mijn kom, wat jullie dus wel kunnen zien. Ja. Lekker toch. Een uitgestorven wijk. Heel erg uitgestorven. Nou. Ik heb lekkere, heerlijke pomponsoep. Ja, pomponnensoep. Dat is deze. Even Nederlands, hè, is ook handig. Yep. Dus die heb ik twee bakjes erin gedaan. En wat maak jij, lieve schat? Hi. Ik maak mijn eigen soepje. En wat is dat voor soepje? Mijn eigen gemaakte soep. Ja, maar wat is dat voor soep? Rundvlees, toch? Er zit rundvleesbouillon in, bolletjes, de bakkie, ketchup. En nog wat peper. Dat is mooi. Nou, en toen was ik lekker bezig met zoete aardappeltjes en hier heb ik boontjes in. Lekker hier bakken en daar koken. Zoete aardappeltjes. En hier lekker bakken. En ik heb nog een tweede keer soep op de eettafel. Lekker bezig. Nou, mijn maaltijd is klaar. Dan heb ik hier nog mijn soepje. Die vond ik ook erg lekker. Dus ik ga nu lekker eten. Ik heb al een soepje op. Dan ga ik nog een keertje soepje eten en lekker dit eten. Ik heb gewoon trek. Moet kunnen. Nou, Roderick is even bezig met de jongens. Daar ligt even wat op het trappetje neer en alles. Thank you.
Wat? Gewoon er langs gaan in plaats van een trappetje te gebruiken. Ja, natuurlijk, is toch handig? Ja, is handig, hè? Ja, goed zo. Nou, wij hebben even foto's gemaakt van de heren. Daar. Ja. Maar dan mogen jullie zelf ook even gaan bepalen wat het is. Ja. Is het nou twee vrouwtjes? Of zijn het nou twee mannetjes? Of is het nou een vrouwtje en een mannetje? Of is het een mannetje en een vrouwtje? Ja, dus dat laten we even ook even aan jullie over. Dus ik zal eventjes een plaatje laten zien van internet. En de twee foto's die ik hier heb op dit moment. Oké, dit is het plaatje van het internet. Ja. Nou, een beer, dat is een mannetje. En een zeug, dat is een vrouwtje. Dan heb ik hier een foto, dat is van Whisky. En heb ik hier een foto, dat is van Charlie. Dus ja. Als jullie het weten, zeg het. Ik zeg... Ja, wat zeg ik?